Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwste Alien film, Alien Romulus. Ik keek sowieso super erg uit naar deze film, omdat ik een heel groot fan ben van de Alien franchise, maar ook omdat hij dus geregisseerd wordt door Fede Alvarez. En Fede Alvarez heeft zichzelf in de afgelopen jaren met onder andere Don't Breathe en de Evil Dead remake gewoon wel echt bewezen als een van de beste horrorregisseurs die we nu hebben. Het leek me dus ook dat hij de perfecte persoon was om Alien door te zetten, ondanks dat ik ook nog steeds wel zou willen dat Ridley Scott zijn Prometheus trilogie soort van nog afmaakt. Maar we worden als Alien fans dus echt super erg verwend, want we krijgen volgend jaar ook nog eens Noah Hawley's Alien serie en dat kan dus misschien wel het beste Alien project van allemaal worden. Maar met Alien Romulus is het wel duidelijk dat Fede Alvarez soort van heeft geprobeerd om hiervan echt Alien 5 te maken en door te gaan waar de oude Alien films dus zijn achtergebleven. En dit voelt dus ook wel heel erg als een soort van legacy sequel op de allereerste Alien film. En dat blijft dus misschien wel ook gewoon mijn persoonlijke favoriet. Alleen qua toon en stijl moet ik wel zeggen dat dit ietsje meer een balans is tussen Alien en Aliens. Want je hebt dus zowel het wat meer creepy horror gedeelte als de all-out actie binnen deze film zitten. Fede Alvarez had gezegd dat Alien Isolation, de horror game van enkele jaren, een van zijn grootste inspiraties was, maar ik denk dat richting het einde van de film dat het toch wel heel erg Aliens of Colonial Marines-achtig wordt. En ik heb dus ook wel veel kritiek geleverd zien worden op de derde act van deze film en ik moet me er ook wel een beetje bij aansluiten dat ze daarin wel echt heel erg over de top gaan. Er worden een aantal gewaagde keuzes gemaakt die misschien niet allemaal even slim zijn uiteindelijk, maar ik kan in ieder geval waarderen dat ze het geprobeerd hebben. En dat er wel echt een aantal hele nieuwe dingen binnen deze film zitten. Maar terwijl ik de film aan het kijken was in de eerste helft, dacht ik oprecht dat dit misschien wel een van de beste Alien films kon worden. Want ik vond de hele opbouw echt heel erg interessant. En dit is dus misschien wel de meest menselijke groep van hoofdpersonen die we tot nu toe gezien hebben in een Alien film. Moet ik wel erbij zeggen dat je een heel groepje hebt en dat er wel één of twee tussen zitten die misschien een klein beetje irritant zijn en waarvan de dialogen ook niet altijd even scherp aanvoelen. Maar in ieder geval voor je centrale hoofdrolspelers wordt er gewoon heel veel karakterontwikkeling gedaan en die worden echt uitgediept als personages. En dat was een aspect wat ik zeker wel kon waarderen aan deze film. Want ja, de hoofdpersoon die wordt gespeeld door Kaylee Spenny, die we een tijdje geleden ook gezien hebben in Civil War bijvoorbeeld. Maar dit is wel echt een star-making performance voor haar. En er zitten ook een aantal shots in deze film waarvan het heel erg duidelijk lijkt alsof Hollywood soort van probeert te zeggen dat dit hun grote nieuwe ster is nu. En het zou me dus ook niet verbazen als zij vanaf hier een vergelijkbaar carrière traject als Sigourney Weaver tegemoet gaat bijvoorbeeld. Maar ja, zij woont met haar broer op een kolonieplaneet van Weyland-Yutani en ze zit daar gewoon weg te werken en het lijkt erop dat ze totaal geen uitweg heeft om van die planeet af te komen. Maar haar broer is niet zomaar een broer, want het is dus een synthetic, oftewel een android die gebouwd is door haar ouders om ervoor te zorgen dat ze nog een metgezel had, dat hij er altijd zou beschermen. En die verhaallijn tussen haar en haar broer, die een android is dus, is misschien wel het meest menselijke en emotionele aspect van heel de film. En dat is denk ik ook wel ver uit het interessantste wat de film doet. Alleen dan wordt het dus al vrij snel duidelijk dat ze geprobeerd hebben om heel veel fanservice binnen deze film te proppen met betrekking tot de oudere Alien films. En ook daarvan weet ik niet of het allemaal even goed werkt. Ik wil niet te veel weggeven, maar er is dus zelfs voor een bepaald personage, een soort van met combinatie van AI en CGI en zo, hebben ze eigenlijk een soort van iemand gewoon weer terug tot leven gebracht hiervoor. Dat blijft dus wel een puntje waar ik een beetje mijn morele vragen bij trek. Dat is toch wel iets waar nog veel discussies over gevoerd gaan worden waarschijnlijk, maar wat toch een beetje een soort van afdoet aan de ervaring van de film. Als je het puur bekijkt vanuit het perspectief van het personage, denk ik wel dat het de rol die ze hem gegeven hebben, een soort van wel echt weet bij te dragen aan het verhaal wat hierin verteld wordt. Want die crew die komt uiteindelijk dus terecht op het spaceship, wat hetzelfde spaceship blijkt te zijn uit de eerste Alien film. En je ziet dus ook een soort van de wrakstukken van de Nostromo. Er zat dus een soort satellietschip daar nog bij en de helft daarvan heet Remus en de andere helft heet Romulus dus. En dat is dus waar de titel van deze film vandaan komt. En ja, terwijl de groep dat satellietschip aan het verkennen is, is dus wel heel snel duidelijk dat dit inderdaad wel gewoon
een hele sterke cast van personages er is. En ik denk dat Fede Alvarez dus ook wel echt heel erg gewoon geprezen mag worden voor zijn script. Alleen ja, misschien moet ik toch aan het einde eventjes wat spoilers bespreken. Want er zitten dus wel richting het einde een paar dingen in waar niet iedereen even tevreden mee is. Wat ik veel mensen ook heb zien zeggen over deze film, met name dus over Kaylee Spaney, als je haar ziet in de hoofdrol, dat zij eigenlijk ook wel echt de perfecte Ellie geweest was voor The Last of Us seizoen 2. Ze lijkt inderdaad wel heel erg op The Last of Us part 2 uit de videogame dan, die Ellie gewoon echt tot leven gebracht. En het helpt ook wel dat ze dus tegenover de actrice staat die Dina gaat spelen. Dus je krijgt een voorproefje van wat we hadden kunnen hebben tussen Ellie en Dina als ze haar gecast hadden als Ellie binnen deze film. Maar die actrice die Dina speelt, Isabella Mercer, die doet het ook gewoon heel erg goed. En ook wat haar personage betreft is die verhaallijn toch wel een heel stuk interessanter en dieper dan wat ik aan het begin van de film verwacht had. Dus ja, de Alien fan in mij is echt meer dan tevreden met wat we hiermee gekregen hebben. Maar ik snap wel dat dit dus een Alien film is waar de meningen waarschijnlijk een beetje verdeeld over gaan zijn. Maar ik denk dat je sowieso wel kan zeggen dat dit bij lange na niet de slechtste Alien film is. Want zelfs die paar punten waarvan ik kan snappen dat je er een probleem mee hebt, als je die meeneemt, moet je nog steeds erkennen dat er gewoon heel veel moois in de rest van de film zit. Het voorstel wat Fede Alvarez dus gedaan heeft, dat hij binnenkort samen met Dan Trachtenberg, die dus de Predator of Prey film, de meest recente daarvan, geregisseerd heeft, om dan met z'n tweeën een Alien vs. Predator film te regisseren, waarin je de directiestijl van beide regisseurs soort van naar voren laat komen, dat kan wel echt een waanzinnig en origineel idee zijn. En dat wel het level van creativiteit wat misschien dus echt nodig is om Alien vs. Predator echt nieuw leven in te blazen, maar dat kan het dus ook wel echt laten ontploffen, denk ik. En als een oldschool fan van beide franchises, eigenlijk al vanaf veel te jonge leeftijd, is dat wel gewoon iets wat ik heel graag zou willen zien in de toekomst. Maar ja, zoals ik al zei, we worden verwend als Alien fans dus, want ik denk dat we hierop waarschijnlijk ook nog wel een vervolg kunnen verwachten. En dan hopelijk misschien ook nog een Ridley Scott film en in ieder geval de Noah Hawley serie dus nog. Maar laat me voor nu vooral weten wat jij van Alien Romulus vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur. Oké, dan ga ik dus nog eventjes wat spoilers bespreken. Want de meest controversiële scène is denk ik misschien wel de grote actiescène richting het einde. Want daarin heeft onze hoofdpersoon dan dus toch een Colonial Marines rifle in handen. En dan zet ze dus de zwaartekracht uit, zodat ze al die aliens kapot kunnen schieten. Ik dacht van dat is wel een creatief idee, dat je inderdaad op die manier vermijdt dat het schip gelijk kapot gaat, omdat het zuur door de grond heen valt, zeg maar. Het zure bloed natuurlijk. Alleen ja, dan krijg je dus nog dit hele setpiece, die actiescène, waarin de hoofdpersoon dus soort van aan het klimmen is en moet proberen om dat zuur te vermijden. Ik vond het eigenlijk wel gewoon heel erg creatief gevonden, maar blijkbaar is dat dus wel een scène waar mensen echt problemen mee hebben. Het is misschien wat over de top en iets te heldhaftig of zo, maar ik vond het voor de context van deze film in ieder geval wel echt heel goed werken. Maar het andere probleem waar mensen denk ik wel over gaan struikelen is dus de soort menselijke xenomorph baby die geboren wordt aan het einde van de film, dankzij die actrice die Dina speelt. En ja, het design daarvan deed me wel een klein beetje denken aan die Forerunners uit Prometheus, dus dat vond ik dan wel weer een soort van interessante connectie of zo. Het zag er ook wel echt monsterlijk en freaky uit, helemaal met die staart erbij en hoe lang die was en die hele soort van lange armen en benen ook, maar ja, ik weet niet, het zag er ook wel weer grappig uit of zo. Mensen hadden er best wel een reactie op in de zaal waarin ik zat. Zeg maar, het eerste echte shot waarin je hem goed te zien kreeg, hoorde ik iemand letterlijk what the fuck zeggen. En ik snap ergens wel waar die reactie dus een beetje vandaan kwam. En ik denk dat ik er zelf meer een probleem mee had, dat ik voor de grote conclusie, de grote eindbattle van deze film, liever gewoon een echte xenomorph gezien had. Maar ik snap wel dat ze probeerden om in ieder geval weer wat nieuws te doen. Maar ja, dat is dus wel zoiets waar de meningen waarschijnlijk dus verdeeld over gaan zijn. Maar ik denk dat dat wel gewoon iets is wat ze moeten blijven proberen, om ook de toekomst van de Alien franchise gewoon interessant te houden. Maar ja, dat waren dus nog een beetje de bespreekbare punten, denk ik. Laat me ook vooral weten wat je daarover vindt, maar zet er dan gewoon nog even een spoilerwaarschuwing bij. En dan zie ik je morgen gewoon weer terug voor nog een video hier bij Nerdcultuur.